Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 66 hier in de Verenigde Staten. We hebben in de vorige wedstrijd natuurlijk weer gewonnen in Singapore. Nog 3 rondes te gaan en dan zit seizoen 4 er alweer op. Dan gaan we ons voorbereiden op seizoen 5. Misschien met een nieuwe teamgenoot. We moeten even kijken wie het gaat worden. We hebben een aantal dilemma's die wij moeten voldoen. En sommige zijn lastig, sommige zijn makkelijk. Het is wat het is. Er komen een aantal updates aan, dat zie je ook op het scherm verschijnen. Een faciliteit dat is geüpgrade, goed om te zien. En ja, er waren wat dingen extra aan toegevoegd bij de auto. Dat was goed. Jazeker. En dan is het op naar het raceweekend, ronde nummer 14. Na deze wedstrijd nog 2 rondes te gaan. En hebben gewoon alles opgemaakt wat we kunnen opmaken bij de faciliteiten. Die zijn gemaximaliseerd. We gaan ook een component vervangen, gewoon voor de zekerheid. Daar krijgen wij geen penalty voor. Dat is maar goed ook. En dan gaan we lekker beginnen met de kwalificatie. Eerst wil ik nog eens zeggen, ja, ik ben heel blij dat we zover zijn gekomen met de My Team Career Mode. We hebben heel veel wedstrijden gewonnen. 2 wedstrijden niet gewonnen helaas, maar Max pakte daar toch nog de winst. Dus we gaan deze streak vervolgen. Vanaf Monza telkens weer gewonnen. Hopelijk dat het in de Verenigde Staten ook kan. We zijn lekker aanbeland bij Q1 in Austin, Texas. We zijn er pas heel laat naar buiten gegaan. En daar zit iemand achter ons. Dat is volgens mij een Red Bull. En we schieten een klein beetje door. Hebben een momentje overstuur. Excuseer, het was een Alfa Tauri van Pierre Gasly. Weet ik niet zeker. Maar wij moeten gewoon onze run hier gaan afmaken. We zijn er pas heel laat naar buiten gegaan. Over een aantal seconden hangt de vlag uit in Q1. En wij noteren een P10 op 90.000 van George Russell met een 1.30.1. En de vlag hangt uit. Kwalificatie deel 1 zit erop. Verstappen is binnengebleven. Wij gaan dit rondje afmaken om te kijken of wij ons kunnen verbeteren. Worden terugverwezen naar P11. Groen in sector 1, rood in sector 2. Hebben daar wat achterblijvers zitten van Latifi. Die rijdt daar ons een klein beetje in de weg. En wij verliezen momentum. En dat is helaas deze run weggegooid. Dan is het kijken of wij doorkomen naar Q2 met, ja, deze eerste run. Want run nummer 2 was niet goed. We zijn dus door naar Q2. Goed om te zien. En dit is onze laatste poging om door te kunnen komen naar Q3. Denk ik, we hebben nog ongeveer 2 minuten op de klok. Dus we zouden ook 2 runs kunnen doen. Allebei op deze verse set soft banden. Verstappen, net zoals in Q1, binnengebleven. Die vindt het welletjes. De sausage curbs wat meegepakt. Dat moet je niet te hard doen, anders beschadig je de vloer. Over ongeveer 40 seconden hangt de vlag uit, dus we hebben nog tijd voor een tweede run. DRS geopend en dan komen wij op een P11 op 49.000 van Norris. Dus dit is niet goed om door te kunnen komen naar Q3. Dit wordt dus de alles of niets poging om naar die top 10 kwalificatie door te stromen. De rest gaat allemaal hun ronde in zometeen. We springen naar een P12. Jazeker. En noteren groen in sector 1, groen in sector 2. Zou naar P10. Die kan eruit worden geknikt door ons. En zijn 2/10 onder onze eigen tijd gedoken. Iets te wijd.
En zijn we door naar Q3? Jazeker, we zijn door naar Q3. Met nog ongeveer 9 minuten op de klok. Dit keer ga ik er vroeg uit om een eerste banker lap te noteren. We stappen ook door naar Q3. Bij de Ferraris door naar Q3. Een Red Bull door naar Q3. Een McLaren door naar Q3. En twee Mercedesen door naar Q3. Ook een Alpine doet volgens mij mee. Dus ja, verschillende teams zitten erbij. En wij gaan kijken wat dit rondje ons gaat opbrengen. Maar dat was iets te veel. En we krijgen een tracklimit aan onze broek. Omdat we die bocht daar gewoon missen. De laatste paar bochten hier dan. Goed nemen. Klein momentje overstuur op de exit bij die bocht. Krijgen weer een tracklimit aan onze broek. En het wordt een P4. Op een tiende van Bottas. We stappen op pole position. En wij zijn doorverwezen naar P9. Dus. We gaan ervoor zitten. Om misschien te kijken waar we zo meteen staan met deze run. P9 is gewoon hartstikke slecht. En met Verstappen op pole position wordt de wedstrijd lastig. Als het zo eindigt. Zet de groen bij de delta neer. 2/10 onder onze eigen tijd gedoken op dit moment. We hebben iemand achter ons en noteren groen in sector 1, paars in sector 2. De vlag hangt uit hier in Austin. Waar staan wij? We staan op dit moment op een P9, zitten iets te ver door. Geen boordradio van Jeff. En we pakken niet de pole, komen 33.000ste tekort. Leuk feitje, Max Verstappen zijn race nummer is 33. Hoe toevallig is dat? Jammer, maar helaas. Alles gegeven, niet gelukt, maar goed, dat geeft niks. We gaan ons lekker voorbereiden voor carrière aflevering 66 van My Team Career Mode. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by winning for the first time in 114 races. There's always a record to be broken, so what I wonder is in store for us today. We're racing today then in Travis County, Texas, where 20 corners and speeds of up to 200 miles an hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn 1 and at the end of the long back straight into turn 12. What a race we have in store today. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn 1? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn 1 as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and the professor completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Sainz, Sergio Perez, and Bottas, Gasly, Hamilton, Russell, and Lando Norris, Joe, Ricciardo, Yuki Tsunoda, and Giovinazzi, Stroll, Ocon, Callum Ilott, and Marcus Armstrong, Mick Schumacher, Lundgaard, Latifi, and Nikita Mazepin. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. We zijn aanbeland bij de grid, starten dus op P2, maar wel aan die binnenkant. Starten ook op die softbanden, hetzelfde geldt voor Verstappen. We doen soft, medium, medium. Dat is de geplande strategie, maar we kunnen er ook voor kiezen om een eenstopper te doen, om heel laat naar die mediumbanden te duiken. Zou ons een voordeeltje moeten gaan geven omdat we een pitstop minder maken, maar tegen het einde van de wedstrijd kunnen we in de val worden gelokt door de twee stoppers. Die hebben een versere
zet onder hun auto. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat het gaat worden hier in de Verenigde Staten. Ik ben gewoon ontzettend benieuwd. Wat ik net al zei, soft, medium. Maar het kunnen zijn dat we een eenstopper gaan doen. Soft, medium. We zien het allemaal vanzelf wel. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 66 van F1 2021. My Team Career Mode hier in de Verenigde Staten. Starten op een P2. De lampen gaan aan voor de grote prijs. We stappen op pole position. Leclerc op P3. Sainz op 4. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En hebben al een beetje wielspin. En we stappen eens goed weg. Sainz en Leclerc zijn ook goed weg. En dan maken we hier een divebomb. Na Verstappen, we worden aangetikt en tikken daardoor Max aan. We hebben daardoor wel de leiding veroverd, maar niet op een zo'n leuke manier. Verstappen heeft ons geraakt. Dat is al gelijk een broodje die wij daar vol braken. De vloer is niet beschadigd. Sainz naar P2. Leclerc verliest enorm veel terrein. Is terugverwezen naar P5. Zet de paars in sector 1 neer. Max op P3. Bottas op P4. En we voelen gelijk de druk van Carlos Sainz. Die kijkt hier naar de buitenkant, maar dat lukt niet. Schiet er wel een klein beetje te ver door. En Sainz kan terugkruisen. Geel. Dus Sainz kan niet aanvallen. Moet dat eventjes pareren. Verstappen valt Sainz aan voor P2. Die knokken nu samen. En dat gaat ons helpen. Terwijl Sainz het daar gewoon probeert aan die binnenkant. Daar is normaal geen ruimte. En hier gaan wij terrein winnen op de jongens achter mij. Omdat Verstappen en Sainz aan het knokken zijn voor P2. Kijk maar, dat gat is al 17e geworden. 18e dit keer. Dus beetje bij beetje lopen we verder uit van Sainz en de rest. En dan moeten we gewoon volhouden. Terwijl we daar wel een flink moment overstuur hebben. Bij die chicane. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Zitten hier te ver door. En Sainz kan aanvallen. Zit er aan die binnenkant te kijken. Afknijpen heeft al geen zin meer. Want hij is er volledig naast. We kijken terug in de slipstream van Sainz. En vallen hem aan die buitenkant. Lukt dat? Daar is ruimte. Laat Sainz ook ruimte? Jazeker, die laat volop ruimte. En daar profiteren wij van harte van. Daardoor is Max weer aangedrongen bij Sainz. En knokken die weer samen om P2. Einde ronde nummer 3, begin ronde nummer 4 als we daar een fout maken en Sainz profiteert alweer. En we raken Carlos Sainz, zegt de race director, vallen hem hier terug aan die binnenkant in bocht nummer 1. Beetje toucheren, Sainz stuurde daar gewoon in, maar wij lieten de auto daar mooi uitrollen. En Jeff waarschuwt ons, maar goed, dat geeft niks. Herhaling van de start, ik wil daar wel eens even weten wat daar is gebeurd. Wij kwamen niet lekker weg. Max kwam goed weg. De beide Ferrari zaten aan mijn buitenkant. En dan is het een Ferrari-coureur die daar chaos veroorzaakt. En daardoor tikken wij Max aan. Dat is er dus gebeurd. En daardoor is Leclerc de pineut. En Max ook. Ronde nummer 5. Verstappen is aangedrongen bij ons. Dat gat is minder dan een tiende, 2/10 ongeveer. Kijkt hij naar de buitenkant, maar dat lukt niet. Heeft dan hier zometeen wel DRS. Dus gaat hier aanvallen. Wij gooien gelijk onze overtakeknop aan. En Max via die buitenkant, jazeker, is er voorbij. We komen terug in de slipstream. En vallen hem hier weer terug aan bij die chicane. Laat remmend. En dat is weer de leiding. Veroverd, krijgen daar wel een waarschuwing voor het toucheren met Max. Vind ik niet zo'n ramp, maar goed, de race director oordeelt daar anders over natuurlijk. Sainz terug op P2. Leclerc op P4, Bottas op P5. Tot nu toe een spannende wedstrijd voor de leiding in de wedstrijd natuurlijk. Eigenlijk zeggen leiding in de race, maar goed, de race is nog lang. En we zitten in ronde nummer 6 van 28. Gaan hier proberen de slipstream te breken. Maar Sainz zit daar. Aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. Dat is normaal geen plek om in te halen. Dan moet je echt aan die binnenkant zitten. En er volop nazetten.
We gaan daar iets te wijd. Hebben daar wel een momentje overstuur. En Sainz kan hier. Ik dacht aanvallen, maar het blijft alleen bij kijken. Dus tot nu toe verloopt het goed. We hebben ook de snelste raceronde in handen met een 1.33.8. En we gaan ronde nummer 7 alweer in. En Verstappen pakt Charles Leclerc voor P3. Bottas op P5. Die kan alleen maar volgen. En wij hebben een hele groep auto's achter ons. Dus bij de pitstops wordt het close, denk ik. Sainz probeert daar te kijken naar die buitenkant. Lukt niet. Hier dan aan die binnenkant? Nee, want wij gooien de deur daar mooi dicht. Einde ronde nummer 7 is het. Als we daar een klein foutje maken, Sainz zit te kijken naar die binnenkant. En wij schieten hier gewoon door vanwege de stress en de spanning. Wat kan Max? Die valt hier aan bij Sainz. Sainz kan nergens naartoe. Kijkt daar toch naar die binnenkant. Dit keer naar de buitenkant. We schieten hier wat door. En Sainz naar P2. Want wij gooien de deur daar dicht en Max profiteert. Goed gedaan. We stappen op P2, wij dus aan de leiding. Terwijl we stappen daar gewoon keken aan die buitenkant bij de S-secties. Normaal is dat geen plek om in te halen, maar Max dacht... Ja, niet geprobeerd is... Wat is het? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Maar goed, boeien. We stappen dus op P2. Ik ben benieuwd wat hij doet. Gaat Max voor een undercut of een overcut? Wij gaan hier gelijk van onze lijn af om te zorgen dat Max niet van mijn slipstream profiteert. Gaan wat slingeren op het rechte stuk. Normaal is dat niet toegestaan, maar hier dus dit keer wel. We zitten in ronde nummer 9, een ronde later, als ik het goed zeg. En Max zit aan die binnenkant, is er voorbij. Komen terug in de slipstream. Volop snelheid meenemen, naar de buitenkant kijken dit keer. Lukt niet. Ja, lukt wel. Lukt wel, jazeker. En wij gooien de deur daar mooi dicht. Max moet daar even oppassen. En we krijgen onze eerste officiële track limits waarschuwing van de dag. We moeten dat niet te vaak doen. Anders krijgen we een tijdstraf van 3 seconden. En dan is je race eigenlijk verpest. Hebben hier wel moeite hoor met die bochten. Want de banden die hebben het hier zwaar. Vanwege die lange doordraaiers. En Verstappen duikt naar binnen. Gaat voor een undercut. Max naar binnen. En wij komen nu dus naar binnen voor de harde band. Dat heb ik eigenlijk niet gepland. Terwijl Charles Leclerc de snelste race ronde noteert. Perez op P2. Zhou op P3. Ricciardo 4. Stroll 5. Ik ben ook benieuwd of Max last krijgt van verkeer. We gaan gewoon door. En dat broodje stond... in vuur en vlam, zag ik. Ik weet ook niet waarom, maar iemand heeft dat waarschijnlijk geraakt. En het is geel in sector 1. Want een Haas staat stil. Dat is Mick Schumacher. Die daar uitvalt. Jazeker, de Duitser valt uit in Amerika. Haas heeft nou eenmaal pech dit seizoen. Ook vorig seizoen. En het seizoen daarop was het alleen maar raak met de Hazen die uitvielen in seizoen 1, 2, 3. Nu dus weer raak in seizoen 4. En Zhou naar de mediumband. Verstappen terug op P2 is naar die softbanden gegaan. Dus hij moet nog een keer naar binnen. En wij gaan proberen om het met een eenstopper te doen. Dus we gaan zo lang mogelijk doorrijden. Terwijl we daar gewoon volop over een broodje heen rijden. De vloer is niet beschadigd geraakt. Gelukkig. Nog eens op P3 rijdt op die medium compound. Is volgens mij ook op die band gestart. Hamilton op P4. Leclerc op P5. Dat gat is 18,3 seconden. En ik geef hier al aan, ik wil naar binnen komen voor mijn late pitstop van de dag. Gele vlag vanwege Mick Schumacher. En gaan voor de medium banden. Dat gaan wij dus doen. Gat naar Verstappen is ongeveer 7 seconden. Hier dus een herhaling van Mick Schumacher. En hier is het dan al gedaan. En dat betekent einde race voor Mick. En dan parkeert hij hem hier. En daar komen wij naar binnen voor onze, hoop ik, late pitstop van de dag. Op de helft zitten we in ronde nummer 14. Dus we zouden het eventueel kunnen redden. Verstappen moet nog een keer naar binnen voor die medium compound.
Norris op P3, Hamilton 4, Leclerc 5. Hopelijk komen wij voor dat groepje auto's weer de baan op. 2,5 seconden is de pitstop. Leclerc passeert ons, Perez passeert ons, Bottas passeert ons. Maar dan remmen wij hier diep en Bottas heeft ons geraakt. En dat is P6. Dus we komen mooi voor dat groepje auto's weer de baan op. En in diezelfde ronde probeer ik hier Perez aan te vallen. We moeten hem voorbij. Hier aan die binnenkant proberen. Perez gooit de deur daar dicht. Maar wij vinden hier toch een weg. Lukt niet aan de buitenkant. Dan naar de binnenkant kijken. En dat is P5. Perez kan wel terugkruisen. Nee, kan niet terugkruisen. Ik had anders verwacht. En dan zitten wij in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als wij... persoonlijke verbetering noteren. En daar zitten we aan de buitenkant bij Charles Leclerc. Lukt dat? Dat lukt. Het is wel close tussen ons tweeën. Maar dat is P4. En Jeff zegt... ja jongen, je moet wel door met deze banden. Dus let erop. Ronde nummer 17. Nog 11 rondes te gaan. En Max is naar binnen. Voor zijn laatste pitstop van de dag. Max is in de pit. We komen sowieso voor hem de baan op. Want het gat was 15 seconden. Ja, 14,9 dan. En je hebt hier ongeveer 18 seconden nodig voor een pitstop. Dus we zouden op 4 seconden voorsprong eindigen als de pitstop slecht gaat van Max. Als hij goed gaat, dan zitten we op ongeveer 2 seconden. Max komt de pitstop weer uitrijden. Gaat naar de mediumband. En komt op 2,4 seconden van ons. 3,2. Herhaling wat er is gebeurd met Charles Leclerc. Waarom? Ik heb deze er even ingezet. Ik vond hem best wel mooi. Mooi langs die buitenkant. Beetje agressief bezig zijn. Om Leclerc gewoon er voorbij te duwen. En dat is dus gelukt. We zitten in ronde nummer 27. Waarom zo ver vooruit? Waarom? Er gebeurde niet zoveel bijzonders. Max is nu pas naar ons toegereden. En dat gat is minder dan een seconde. En daar zit Max aan de buitenkant te kijken. En heeft de leiding veroverd, maar remt... later, maar stuurt niet zo scherp in. Dus wij kunnen daarvoor profiteren. En daardoor hebben wij weer de leiding heroverd met nog een ronde te gaan in de wedstrijd. Ronde nummer 28 van 28. De laatste race onderloopt hier in Amerika. Bewolkt, geen regen, gelukkig. En dan moeten wij het hier gaan doen. Max heeft de verse banden van de twee. Wij dus op... is het 14 ronde oude medium banden... En Max zit te kijken. Die zit gewoon... ja, aan zijn prooi te ruiken. Waarom? Ja, wij zijn de prooi. Max is de jager. En wij gaan hier zorgen dat Max hier geen DRS meer van ons krijgt of slipstream. Nou. Lukt dat? Max komt tekort. Verstappen komt tekort. Ziet er wel een klein beetje door. Maar het is geen probleem. En dat betekent dat wij volgens mij de wedstrijd hebben gewonnen. Of gaan winnen bedoel ik. Waarom? Max kan hier niet aanvallen. Het is hier gewoon te smal. Maken wel een klein foutje. Maar het is ja, geen probleem. Ja, Max kan die aansluiting niet vinden. Dat betekent dat wij hier de wedstrijd gaan winnen met een 1-stopper. Goed gedaan. Verstappen maakt een 1-2'tje voor het team compleet. Pakken hier de volledige score in de Verenigde Staten. Waarom? Max pakt de snelste raceronde. Dat is goed om te zien. We gaan ons voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Mexico. Fantastic. You've won the Grand Prix. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race.
Nou, hier hebben we dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de wedstrijd van Grote Prijs van Amerika. Max Verstappen na P2 vertrok voor pole position. Weet het niet te verzilveren, pakt wel het snelste race rondepunt. Dus de volledige score voor het team voor ons. Leclerc op het podium, P3, Perez 4, Guanyu Zhao op P5. Vertrok van P11, Giovinazzi knap. Van P14 naar P6, Stroll knap. Van P15 naar P7, Sainz 8, Norris 9 en Hamilton op P10. Eén uitvaller, Mick Schumacher. Klassement, 163 punten verschil naar Verstappen. Perez pakt Norris voor P3. Dus dat wordt nog spannend om die derde plek. En Aston Martin pakt Alpine voor P7. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan en vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. We hebben trouwens alle sponsoren weten te vermaken. Dus, en geen schade gereden? Dat is goed. Dat is heel goed. In totaal 49,14 miljoen dollar op de bank. Volg me ook even op de sociale media. @JanSchaven op Twitter, Instagram en Facebook. En dan zou ik zeggen, dit was het Jan, mensen. Tot volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Dan gaan we verder voor de ene laatste wedstrijd in seizoen 4. En het is natuurlijk Mexico. Tot de volgende keer.